Welk leerbedrijf is het beste leerbedrijf van Nederland 2019? Uit de ruim 250.000 leerbedrijven die Nederland rijk is, hebben 8 bedrijven het geschopt tot finalist. Stuk voor stuk zijn het gedreven bedrijven die het overbrengen van vakmanschap tot de bedrijfsfilosofie hebben gemaakt. MBO-studenten leren niet alleen de kneepjes van het vak, ze worden klaargestoomd om beroepsvolwassen de arbeidsmarkt op te gaan. Ze wisten alle 8 in uiteenlopende sectoren te winnen. Maar welk bedrijf wordt het beste leerbedrijf van 2019? Ja, zoals ik al zei, er zitten er 8 in het filmpje, maar er worden er natuurlijk uiteindelijk maar 3 genomineerd om hier ook echt op het podium te komen staan. Die genomineerden ga ik u nu vertellen. De eerste is Boombegeleidingscentrum Aan de Pas uit Bunde. Hi, ik ben Jan. Ga lekker staan, want we gaan door met nummer 2. Daar ben ik toevallig, nou niet heel toevallig voor dit project, ook geweest. En ik ben heel blij dat ze genomineerd zijn. Stalbacks uit Etten-Leur. Hi, ga lekker staan. En tot slot, last but not least. Ik weet niet of het JC of JC is, maar JC Electronics uit Beek. Leek. Uit Leek? Jazeker. Op mijn kaartje stond Beek, maar dan... Leek, ik reken het goed, maar is het nou JC of JC? JC. JC, nou houden we het op JC. Als je nou leerbedrijf bent, hè, leer je dan ook, hè, want je leert studenten van alles, leer je ook veel van die studenten weer terug? Jazeker, ja. Je leert hoe je kunt verbinden en je leert ook dat per persoon verschillend is. Hè, want de ene is 16 en de andere is 66. Ja, de verbindingsmethode werkt ietsje anders. Ja. Maar het gaat er wel om dat de MBO verbindt. Dus ja, dan moet je wel zorgen dat je dat op een manier doet wat die persoon ook echt comfort en effect biedt. Dus ja, dat geldt dus. Je leert per persoon, zo moet je het zien. Ja, ik sprak je net wel even van tevoren. Toen was het met spanning heel goed. Hoe is het nu? Nou, nu loopt het wel een beetje op. Ja, nou ben ik op Stalbacks geweest. Ja. Daar komen ook wel studenten die niet de makkelijkste studenten zijn. Soms, hè, die meer begeleiding nodig hebben of meer aandacht nodig hebben. Hoe doe je dat naast al je andere werkzaamheden? Hoe zorg je dat je daar tijd voor maakt? Nou, nu weet je al één ding dat ik zeg. Ieder mens heeft een vlekje. Ja. Jij ook. Ja, ik wel. Ik ben 1,5 vlek. Ja, nou hier. Daar waren we daar al snel over eens. Nee, alle gekheid op een stokkie. Dus voor mij is het gewoon dat ieder mens anders is. Niet minder, niet beter, gewoon anders. En dat geldt dus ook voor die begeleiding. Dat is gewoon maatwerk. Ja. Dat vind ik inderdaad gewoon. Ja, gewoon. Nou ja, wij vinden het allemaal niet gewoon. We vinden het allemaal heel mooi en noemenswaardig. Wat dacht je toen je hoorde dat je genomineerd was? Dat je bij die 8 zat? Ja, wat dacht je toen? Nou, kijk vooral naar de medewerkers. Dat zijn degenen die het moeten uitvoeren. En het is gewoon een prachtig product wat wij neer hebben gezet eigenlijk. En kijk hoe naar de stagiair toe, naar de leerling toe. Van, ja. Wat kunnen wij hun nu bieden eigenlijk? Ik zeg altijd, kijk eens goed, wat zou je nu je eigen dochter, eigen zoon willen aanbieden eigenlijk? En van daaruit vertrek je eigenlijk. Dat is gewoon een prachtig product wat we neer hebben gezet eigenlijk. Wat is er voor consternatie in de zaal? Die meneer heeft moeite met Limburgse accent, hij kan het niet volgen. De conclusie van het verhaal is een prachtig product wat ze te bieden hebben. Dat is eigenlijk, ja? Het is een livestream, misschien kunnen jullie nog terugkijken, dan zullen we daar ondertiteling op zetten. Voor u, hè? Ik heb het allemaal prima verstaan. Minister en mevrouw Vlug, mag ik u alsjeblieft vragen om ons weer te joinen op het podium? En mag ik dan ook de envelop met daarin het verlossende woord van Pien? Want wij gaan kijken welk leerbedrijf het leerbedrijf van 2019 is geworden. We kunnen het ook hier regelen. Nee. Oh, pardon. Ja, dat had ik op zich wel kunnen. En er komt, het is nog even wachten, er komt nog een hele lab tekst.
Het beste leerbedrijf Nederland 2019. Gekozen uit 8 geweldige sectorwinnaars ging de jury bij de 3 grootste kanshebbers op bezoek om tot een goed gefundeerde keuze te komen. Alle bedrijven kiezen bewust voor het structureel opleiden van medewerkers en hebben dit volledig in de bedrijfscultuur verweven. Hierdoor zijn de bedrijven in staat niet alleen de kwaliteit van hun dienstverlening en producten, maar ook de instroom van nieuwe medewerkers te waarborgen. Bij het beste leerbedrijf van 2019 zag de jury een unieke samenwerking met de collega's uit het onderwijs. In dit leerbedrijf draait het om maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij iedereen een kans verdient. Opleiden van jong tot oud zorgt voor continuïteit in het bedrijf en een regionale groei in de sector. Ze gaan letterlijk en figuurlijk voor een leven lang ontwikkelen, waar alles wat gewerkt heeft... Want, sorry, ik lees het verkeerd. Want alles wat gewerkt heeft, kan weer gaan werken. Zo klopt de zin wel. De prijs voor het beste leerbedrijf 2019 gaat naar JC Electronics. Mag ik deze even van u overnemen? Ja. Kom er even bij, want ik hoor jou zeggen, heel zachtjes, oh jee. Oh jee. Wat bedoel, oh jee, schrik je ervan? Nou, ik weet eigenlijk niet precies wat het uitkomst zou moeten zijn. Dus dit is een brandweer, een sporter en een kunstschilder die wedstrijd tegen elkaar doen. Ja, wie wint er dan? Ja. Dus eigenlijk is het een competitie waarbij de kansen volgens mij gewoon random zijn. Ja. Want ik denk dat deze mensen ook een fantastische bijdrage hebben geleverd aan exact hetzelfde als wat wij doen. Alleen, ja. En daarom staan ook zij in het zonnetje. Maar de winnaar vandaag is JC Electronics. Ja, nou, daar zijn we heel erg blij mee. En vooral ook omdat eigenlijk MBO moet verbinden. En als je kijkt naar het SBB, SBB geeft daar instructie, handvaten voor. Ali Hulshof, hartstikke leuk, dankjewel. Verder is het zo dat studenten moeten het ook maar net even doen. Ja. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe coach je dat? Ik hoorde net de dame van Stal Bexel even zeggen, iedereen heeft een rugzakje. Ja, het is een mindset. De truc van ons is, wij willen graag mensen omtoveren. Van de mindset scholier met een rugzak naar student met een missie. Dat zorgt voor iets betere resultaten. Klinkt ook lekker, hè? Het klinkt ook lekker, weet je wel. Ja. Gewoon doen. En, ja. En werken. Lekker werken. Werken en leren. Fantastisch. Geef een groot applaus. JC Electronics! En de rest ook een applaus. Mag ik u hartelijk danken voor het uitreiken van de prijs. Dank je wel. En ga lekker zitten. Het is nou...